Zondag 6 oktober 2024. Dark-sided flycatcher in de duinen bij Wassenaar. Gisteren deden Bas van Gennep en Marcel Lakerman een spectaculaire ontdekking in de duinen bij Wassenaar. Dark-sided flycatcher. Een soort die niet in de gids staat. Niet tussen de zeldzaamheden. Niet bij de superzeldzaamheden met de kleine plaatjes achterin. En nee, zelfs niet eens bij de plaatjesloze opsomming op de allerlaatste pagina. Dark-sided flycatcher. Na de ontdekking op zaterdagmiddag duurde de herontdekking op zondag tot 12 uur in de middag. Eerlijk gezegd had ik het al niet meer verwacht. Terwijl ik aankwam was hij natuurlijk net uit beeld, maar na een half uurtje wachten was het zover. Ja, misschien. Helemaal boven de top. Ja, er zitten een paar dennenappels en daar zit hij al achter. Ja. Niet degene met die konkel erin, maar die dan links van. En dan heel tussen de takjes doorkijken. Hij zit op een heel dun takje, een beetje meer aan de achterkant. Door het gat heen kijken. Door het gat heen kijken. Na deze korte en vrij moeilijke sessie kwam er al gauw een tweede kans, waarbij hij er al een stuk beter bij zat. Waar hij op de zaterdag schijnbaar veel bij de stam zat, zat hij vandaag veel in de kruinen. Ik was wel erg blij hem gezien te hebben, maar ik wilde hem nog wel graag in zijaanzicht. Maar goed, eerst maar weer eens vinden, want hij is toch voornamelijk uit beeld. De radius is niet groot en hij komt wel vaak op dezelfde plekken terug. Over het algemeen was de vogel niet in beeld. De dark-sided flycatcher, die in het Nederlands de verschrikkelijke naam roetvliegenvanger heeft, is pas de derde voor de Western Palaeotic. Als we kijken naar het verspreidingsgebied, worden er vier ondersoorten erkend, namelijk Gulmergi in de westelijke Himalaya, Kakabata in de centrale Himalaya en Tibet, Rothschildi in centrale China tot aan Vietnam, en tot slot, de meest waarschijnlijke kandidaat voor onze vogel, de Nominaat-Siberica, die voorkomt van Zuid-Siberië tot aan Korea en Japan. Siberische vliegenvanger zou ook een prima vertaling zijn uit het Latijn. Zoals ik zei zijn er twee andere WP-gevallen, allebei van vrij recente datum. Namelijk van 1 tot 5 oktober op IJsland in 2012 en van 5 tot 10 oktober in 2023 in Noorwegen, een vogel die notabene door een Nederlander is ontdekt. Zie ook de link in de notes. Deze beide gevallen betroffen een eerste kalenderjaar, maar dat is die van ons in ieder geval niet, al is het niet helemaal duidelijk of het nu gaat over een adult of subadult. Dwalen naar de andere kant kan hij ook, want hij is namelijk ook al waargenomen in Alaska en zelfs op Bermuda. Op 18 juni 2013 was er een vogel doorgeschoten naar Alaska en in september 1980 was er een najaarsgeval op Bermuda. Behalve dark-sided flycatcher zit er in Azië nog meer trekkende vliegenvangers van het geslacht Muscicapa, zoals de bruine vliegenvanger, met onder meer 4 gevallen in Engeland, en de gestreepte vliegenvanger, al weet ik niet of daar ook gevallen van in Europa zijn. Al deze 3 vliegenvangers overlappen niet met onze eigen grauwe vliegenvanger, die wel een enorm verspreidingsgebied heeft. Weer terug naar Wassenaar. Na ongeveer 3 kwartier wachten hadden we weer even, maar niet beter dan voorheen. En toen viel het echt een tijdje stil. Hij werd hier en daar gezien, maar telkens heel kort en ik was er te laat bij. Ik had hem heel graag in zijaanzicht gehad, zoals Hans op deze foto, maar dat is mij helaas niet gelukt. Het duurde nu 1,5 uur tot 5 uur voordat de hele massa weer een keer aan de beurt was. Maar toen was dat wel goed raak. Ja. Ik zie hier tussendoor, kijk zo. Ik weet dat stukje daar in de zon, daar zat hij. Ik zie hem wel, maar...
staat een, die boom achter me zo volop in de zon. Ja, het is leuk dat ding. Oh ja. Ja, ja, ik denk misschien loop ik rond en is het net de laatste vijf minuutjes. Ik heb weten wat dat is. Nou, probeer wel eens in de eerste setje te doen. Hoop mensen gaan doen. Ja, die heb ik wel eens geprobeerd. Volgens mijn camera heeft hij hier minimaal 8 minuten gezeten. Plus looptijd zal dat zeker 10 minuten geweest zijn. Nog niet op ooghoogte, maar wel al een stuk beter, echt puur genieten. Dit is ook de plek waar de foto's zijn gemaakt met een libel in zijn bek. Die heb ik helaas niet, maar wel deze confrontatie met een tjiftjaf. Terwijl de massa nog staat na te genieten, arriveren constant nieuwe vogelaars. Gisteren was hij tot 5:45 gezien, dus de nieuwkomers die nu om 5:45 al meer dan een uur stonden te wachten, stonden er niet al te hoopvol bij. Zoals ik al zei, was hij vanmorgen pas om 12:00 herontdekt, waardoor vaak in golven nieuwe vogelaars arriveerden, afkomstig van de boot van Texel, de watertaxi van Vlieland of een file elders in het land. Echter, niet lang daarna kwam nog een hele goede kans waarbij hij op ooghoogte zat. Ik heb hem zelf toen alleen in de kijker gezien, maar de opgeluchte, feliciterende menigte die hier 30 minuten voor zonsondergang de vogel maar mooi binnenharkte, was ook fantastisch om te zien. Tot de volgende.